Daar ga je bijna. Gaan we maar nog een bekkie. Bij de bekende waterval van Sikio. Hij is echt werkelijk prachtig, maar we gaan weg, want ze vragen letterlijk voor iedere centimeter waar je staat, vragen ze geld. Heb je daar een heel mooi slotje. Hij komt naar me toe en het eerste wat hij doet is dat we moeten betalen. We moeten letterlijk overal voor betalen. Hier wilden we onze tas neerleggen om even alles droog te kunnen houden. Komt ze naar ons toe, betalen. Dus wij gaan lekker weg en gaan iets minder toeristisch zoeken. En hopen dat we daar minder hoeven te betalen. Nou, waar zijn we? De Kaalstrand Falls. In ons eentje. Er is helemaal niemand meer. Je moest wel hier met een tour naar beneden komen. Anders dan mocht het weer niet. Nee. Dus je moet weer betalen. Ja. Maar het is wel tof hier. Heel tof. Mooie dingen. Drone omhoog gedaan. Ja. Weet niet of je heel veel ziet, want het is erg beschut bovendien. We zijn benieuwd. Ik ga lekker zwemmen. Koud water. Oh. Lekker fris. Heerlijk. En je kon gratis met een sling. Ik heb dat ook gedaan voor het eerst. Ja. Nou, vond ik weer dood eng. Maar het was wel echt heel tof. Hierachter zie je al hoe blauw het water is. Ja. Het is een mooi waterval. Zeker. Neem een plonsje en dan gaan we door naar de volgende. Yeah. Koud, hè? Het is koud. Ga je er eerst in? Nee, ik denk dat ik er niet in ga. Gewoon met mijn voeten wandelen. Goedie. Nou, Moppie? Het water is zo koud! Oh my god. Het is wel lekker fris, maar het is wel echt koud. Spring erin. Nee. Doe. Alles voor de vlaggen. Maar het is zo koud en dan moet ik zo dat je omkleden. Zit ik met mijn natte kleren, zit ik dan... Nee, je bent toch al nat. Nee. Nee, dit niet. Ga maar. Doe maar. Oké, ik heb het bedacht. Ik ga. Nou, dat zien we. Ja. Stress. Nou, we zijn gelopen in ons nieuwe hotel. Het was 2 kilometer, even afzien. Warm, 35 graden. Je ziet het, overal sweaty. Maar we zijn aangekomen, zonder te klagen. En we hebben nu een koude limonade besteld. En het hotel is prachtig. Een mooi zwembad erbij. Dan gaan we straks even lekker in plonsen, denk ik. Scootertje huren, strandjes bezoeken en wie weet wat de dag brengt. Dit was dus mijn Special Forces avontuur. 2 kilometer lopen met, hoeveel zit er in mijn tas? 17 kilo of zo. Plus die is 20 kilo, denk ik. Plus mijn dayback, dus het was een zware tocht. Maar ja, je bent altijd weer, hè. Dan leg je deem. En ik heb het zonder klagen gedaan. Dat is wel heel goed voor mij, want ik ben nogal klager. Trots op jou. Het was allemaal om de centen te besparen, want nu kunnen we wel lekkere koude lemonade. Anders hadden we geen geld meer. Hè? Anders hadden we geen geld meer. Nee, dan hadden we geen geld meer. €3000 door regenrast. Maar goed, hè, viel op bijna. Het is wel genieten, dat wel. Nieuw hotel, nieuwe avonturen. Leuk, zin in. Daar is onze zeester. Op zoek. Oh, dit is zo genieten, jongens. Schommeltje.
En palmbomen. Heerlijk dagje strand. En dat water? Zo blauw. Moppie, wat ben je aan het doen? Ik ben sushi aan het eten. Ze is gewoon sushi aan het eten. Ja, het is best wel lekker. Wel hè? Maar dit is iets met Philadelphia mango, om een beetje zeef te beginnen. Dit is met geflambeerde zalm. Ja. Heel lekker. En dit is met... Geflambeerde tonijn? Geflambeerde tonijn. En heb je daar nog iets een andere nog? Dit is iets een beetje te rauw. Daar hou ik niet van. En hier hebben we nog een lekker kipcurrytje. Ik ben het gaan proberen. Goed, dus gaat trots op jou. Oh ja, en we zitten er ook bij Mr. Sumo. Aanrader, Thijs is hier een sushi ken, dus het is een aanrader, ben je op Sipior, Mr. Sumo. Morgen! Goedemorgen, nieuwe dag! We gaan lekker snorkelen naar Apple Island. Snorkeltoertje geboekt op Sipior en we worden zo opgehaald, dus we zijn helemaal ready to go. Hopelijk zeeschilpadjes zien, andere visjes, moet heel mooi zijn, droontjes mee. Let's go! Let's go, ik heb er zin in! Hoe was het? Oh, dat is zo leuk. Ja? We hebben zoveel schildpadden gezien. Op een gegeven moment waren er gewoon wel 5 of zo bij elkaar. Nee, niet helemaal bij elkaar, maar wel in die... En sowieso zelfde. 2 die echt bij elkaar ook maar vonden. Maar 2 echt helemaal echt naast elkaar en het was echt zo mooi. En heel mooi koraal gezien, heel mooi. Vissen viel wel mee. We hebben 1 keer een Nemootje gezien bij de eerste snorkelplek. En nu zitten we lekker aan een lekker koud biertje, want die hebben we wel verdiend na een dag snorkelen. Proost! En op deze leuke dag! En? Wat heb je gedaan? Welke angst heb je overwonnen? Welke angst? Om naast een schildpad te zwemmen? Oh ja, ik heb wel een angst overwonnen. Ik ben echt heel close naast een schildpad gaan zwemmen. Een hele grote? Echt, hij was heel groot. Hij was denk ik wel zo groot. En normaal ben ik echt super panisch, maar nu ging het echt heel goed. Trots op jou. Proost op dat. Proostie.